De behandeling van het klimaatsverdrag, het Parijsakkoord, loopt stagnaties op in het parlement. Onder andere doordat ministers heel vaak afwezig zijn. Gisteren uitten DNA-leden hun misnoegen over de grote mate van afwezigheid van ministers die betrokken zijn bij de behandeling van het verdrag. De minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, vertegenwoordigde de ministers van BUSA en HNROGB. Deze drie ministers zijn allen even belangrijk voor de behandeling van het klimaatsverdrag. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons begreep de irritatie van de parlementariërs. Onder andere lieten ABO-parlementariër Ronnie Brunswijk en NDP-parlementariër Melvin Bouva hun ongenoegen blijken. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mijn punt van orde, mevrouw de voorzitter, is dat ik drie ministers hier zit. En we zijn bezig met een Parijs-agreement, mevrouw de voorzitter. En ik zie de minister zelf niet hier. Ik wil vragen wie de coördinerende minister is. Mevrouw de voorzitter. Ja, punt van orde, lid Bouva, vicevoorzitter. Ja, voorzitter, bedankt. Voorzitter, we kijken naar de tafel. Rechts van ons en ook wij zijn ernstig bezorgd over de aanwezigheid van de regering al hier. We hebben een afspraak dat er minstens vijf ministers zelf hier aanwezig moeten zijn. Dat op zijn minst de vicepresident aanwezig is en of de coördinator. Die zien we ook niet. Dus we kijken uit naar een bericht van de regering. En voorzitter, als het bericht onbevredigend is, stellen we voor om de vergadering te schorsen. Tot het moment dat we met tevredenheid kunnen kijken naar de tafel van de regering. Dank u wel. Goed, het is correct, regering. Dus daarom had ik al contact met minister Dikan opgenomen. We moeten eigenlijk zeggen dat de regering in steeds mindere mate in het parlement aanwezig is. En dat is misschien... Is niet goed. Dat is niet goed. Na een schorsing werd de vergadering voortgezet. De voorzitter van de commissie van rapporteurs, André Misikaba, wees het parlement erop dat Suriname op het punt staat het verdrag te ratificeren, terwijl zij nog steeds achter de milieufeiten aanholt. De lucratieve kleinzalige goudwinning met haar negatieve milieu-impact draagt qua belastingen nog steeds niet bij aan de staatskas. We ontbreken een structurele herbossingsplan. Door rondhout te blijven exporteren, hebben we relatief weinig verdiensten tegenover de grote druk op onze bossen. Ondanks de vernietigende rukwinden structureel zijn geworden in ons land, ontbreken we een nationale adaptatieplan op dit stuk. Watersnoden in het binnenland nemen toe in frequentie, zonder dat er concrete oplossingen voor worden aangedragen. Suriname is carbon negatief. We horen, en het is zo, most forested country. Centraal Suriname Natuurreservaat, dat 13% van ons grondgebied beslaat. Zoveel offers brengen we zonder dat we daar tegenover worden gecompenseerd. André Misikaba, voorzitter van de commissie van rapporteurs, gisteren tijdens de behandeling van het Parijsakkoord. De vergadering is verdaagd omdat de verantwoordelijke ministers afwezig waren.